zitten. Zo goed om iedereen te zien. En al die, ik ben het met je eens, Erik. Al die babytjes en zo, die zijn allemaal zo schattig. Zo schattig. Wat een geweldige walk. Je hebt er al over gehoord gisteren. Ik geloof 18 steden in Nederland. 14 of 18, wie kan me helpen? Bart weet dat. 14 of 18 steden in Nederland? 14. En 3 in België. Oké, mooi. Hey, ik heb je beloofd pas geleden dat ik iets meer zou inzoomen. We zijn bezig met een thema, Keep It Simple. En om iets meer in te zoomen, er waren best reacties en vragen over die fanfare in je hoofd. Weet je nog, de fanfare in je hoofd. Daar willen we vandaag iets meer naar kijken. En het heeft te maken met stemmen, geluiden, indrukken die per se niet van de Heer zijn. God spreekt ook. Maar dit is een fanfare die een hoop herrie maakt en je bepaald niet altijd helpt. Dus we hebben even een kleine test gedaan met heel dure apparatuur. Hoe klinkt nou de fanfare in jouw hoofd, bijvoorbeeld? Laten we even horen. Zet even het filmpje aan. Oké, je begrijpt het idee, Er is een hoop herrie en het is heel vals. En ik wil een beetje kijken naar wat God daarover zegt, hoe we daarmee om kunnen gaan. Dus even voor degene die denken, waar heeft hij het over? Dus, er zijn, ik zal een paar voorbeelden noemen zo meteen. Geluiden, stemmen die in je hoofd kunnen toeteren, kunnen herrie maken, die bepaald niet helpen. We gaan even kijken naar Jesaja 55, om het woord van de Heer te openen, om te kijken hoe God het bedoeld heeft. En dan staat er, kom dorstige, kom tot de wateren. Gij die geen geld hebt, kom open en eet, koopt, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. En waarom weeg je af voor geld wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? En dan staat er, hoort aandachtig naar mij. Luister goed naar mij, zegt de Heer. Omdat je het goede eet en je ziel zich in overvloed zal verlustigen. En neig je oor en kom tot mij. Hoor opdat uw ziel leven. Hoor je wat? God zegt, zorg goed naar waar luister je naar. En luister naar de stem van God. God nodigt ons uit om dichterbij te komen. Zodat we horen wat hij zegt tegen ons. Wat goed is voor onze ziel. Ik zal u met een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare genadebewijzen van David. En even naar vers 6. Zoek de Heer terwijl hij zich laat vinden. God wil dat je hem zoekt en hij wil zich laten vinden. Wil zich tonen aan je. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtigheden zijn gedachten. Ongerechtige man zijn gedachten, daar heb je het. En wij bekeren zich tot de Heer. En dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Daar ben ik blij mee, want ik heb dat nodig. Hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet die gedachten van u en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord van de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Met andere woorden, God, mijn gedachtes. De fanfare die allemaal dingen toetert, van afwijzingen, van allerlei dingen. Zo gaan we een rijtje kijken wat het zou kunnen zijn. En Gods gedachten en Gods stem. Waar we in willen groeien. Trouwens, het is goed om we zongen net het nieuwe lied. En ik denk dat sommige mensen denken, wat zingen we nou? Ik ben geen zondaar. Als je een Calvinistische achtergrond hebt, dan is dat even schakelen. Want dan heb je wel eens wat anders gehoord. Weet je wat we daarmee bedoelen? Jouw identiteit, als je Jezus volgt, is niet meer zondaar. Je bent een zoon of een dochter van de Heer. Je zondigt af en toe nog. Maar God vergeeft. Maar je identiteit is niet meer, och ik arme zondaar. Jezus zei zelfs, ik noem je niet meer slaven, ik noem je mijn vrienden. Omdat ik alles heb kunnen meedelen aan jou, wat ik van de Vader heb ontvangen. Hoe dan ook, dus je gedachten in je hoofd, Gods gedachten, die heel anders zijn dan die van jou. Laten we eens kijken naar die interne stemmen die jouw denken, het gevoel wat jouw denken dan mee gaat nemen in plaats van andersom. Misschien wel 's nachts op bed als je niet in slaap kan vallen.
Of zoals in mijn geval soms, als ik val makkelijk in slaap, maar daarna, om 6:00 's morgens of zo, dan schrik je ineens wakker met een gedachte van zorg. Of een gedachte van, ken je dat? En dan is het moeilijk om in slaap te vallen. En dan begint de vervagen te spelen in je hoofd. En ik dacht, zijn die al op om 6:00 's morgens? Ja, die zijn al op om 6:00 's morgens. Een paar voorbeelden. En nog één tipje erbij. De fanfare gaat harder spelen, proberen ze, als je wat belangrijks gaat doen. Wat betekenisvols gaat doen voor de Heer. Als je mensen wil helpen. Dan begint de fanfare in je hoofd ineens luider te tetteren. Nou, een paar voorbeelden, dan maken we nog wat duidelijker waar we het eigenlijk. Wat kunnen die nou zeggen? Ik heb er hier een paar staan. Nerveuze Nelly. Is iemand, is zo'n stem, je wordt nerveus, je hebt van alles, er gebeurt van alles en je hebt het gevoel, ik heb het niet meer in de hand. Ik ben nerveus voor dit, ik ben nerveus voor dat. De tweede, de twijfelende Thomas. Twijfelende Thomas die aan alles twijfelt. God zegt iets, er is een belofte, maar jij worst, het is altijd weer het getetter in je hoofd van twijfel. Ja, maar ik ken ook iemand die de Heer dient en die ziet ook de zegen niet, enzovoort, enzovoort. Altijd die twijfel. Ik heb deze, de afwijzende aap. Dat heb ik even zo genoemd. Die ken ik ook, die stem. Gewoon afwijzing. En ik vraag me wel zelf, wie niet? Wie worstelt er niet met afwijzing? Maar de een meer dan de ander. Maar waar je gewoon, die afwijzing, dat tettert in je hoofd. Mensen willen je niet, mensen zijn niet geïnteresseerd, mensen zien je niet. De afwijzing, de afwijzende aap. De volgende, de onzekere Otto, misschien heb je die wel. Die meetettert in je hoofd. Ik hoop niet dat er hier iemand Otto heet. Anders excuus daarvoor. Maar ik speelde met die woorden een beetje. Dus weet je, alles onzeker, je weet niks zeker. Je weet, bij alles is er ook nog, ja, maar die zegt dat en die zegt dat. En ja, er zijn zoveel stemmen en zoveel indrukken, en wat moet ik nou? Altijd die onzekerheid, het tettert in je hoofd. De ongeïnteresseerde olifant. Ik heb hem olifant genoemd, omdat hij bij mij vrij groot kan zijn. Het getetter van de ongeïnteresseerde olifant. En wat zegt hij? Dag lieve mensen op livestream, jullie denken natuurlijk, waar gaat het heen? Ik dacht dat we een blijde boodschap kregen, maar het gaat goed, God gaat ons helpen. Deze is waar, als je in gezelschap bent, waar je denkt, ik ben niet interessant. Kennelijk. Mensen, en dat gaat tetteren in je hoofd. Mensen vinden mij niet zo interessant. Kijk, als je hem ziet of haar, weet je, daar gaan mensen naartoe. Willen mensen graag mee praten. Hangen mensen een beetje om me heen. Maar ik ben daar en ik sta een beetje alleen. Ik ben niet zo interessant. Gewoon. En dat is een hele bittere. En voor mij kan die soms heel groot zijn. En ik moet er goed op letten dat ik dat niet laat tetteren in mijn hoofd. En dan heb je de controlling Carla. Ik hoop niet dat iemand Carla heet. Maar dat is de control freak. Die wil alles zoals het moet. Zo moet het gaan. Volgens de regels. Volgens de systemen. En anders. Ja, dan gaat het tetteren in je hoofd. Dan is er onzekerheid. En de zevende die ik hier genoemd heb. Ja, dat is gewoon een hele valse. De onder de riem rammer. Die kijkt gewoon nergens naar. Op je zwakste moment. Op je meest kwetsbare. Geeft hij een dreun. In je gevoel, je emoties. Waardoor je echt komt te wankelen. Nou, ik heb er zo een paar opgeschreven. Een aantal van deze ken ik. Van die stemmen. Een aantal van deze dingen zie ik om me heen. En als dit allemaal tettert in je hoofd. Bij tijd en wijle. Dan is het wel een boel herrie. En God probeert met zijn stem er doorheen te komen, met zijn leiding. Dus de vraag is nou, hoe krijgen we de fanfare eruit? Toch? Nou, dan heb ik goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is, jij bent normaal als je dit hebt. Iedereen heeft zo'n fanfare in zijn hoofd, of haar hoofd. Die stemmen, die geluiden, die noem het maar. En de vraag is of die ooit helemaal weg zal gaan in dit leven. Dat is de vraag. Ik denk het niet. Wat God wel wil, is ons helpen om dat onder controle te krijgen. Om dat steeds meer tot zwijgen te brengen. Steeds meer
de fanfare te ontmoedigen. Zou het niet mooi zijn als Gods vrede, Gods spreken, Gods vreugde, de stem van de Heer, ons zo bouwt in zekerheid en in vertrouwen en in onze nieuwe identiteit, dat de spelers van de fanfare, de een na de ander, zijn instrumenten bij neerlegt en zegt, dit heeft geen enkele zin. Hij luistert helemaal niet. Wij proberen te tetteren, maar hij luistert helemaal niet meer. En ik geloof dat God ons wil helpen om daar... En hoe werkt dat om de overwinning over te krijgen? Nou, een paar puntjes en dan gaan we zo wat verder in. Maar zo belangrijk om voor jezelf vast te stellen, je bent normaal. We hebben dat allemaal. En ik hoop eigenlijk dat we op de Connect-groepen... Ik heb hier een rijtje gegeven, misschien ging het wat snel. Maar je Connect-leider heeft het rijtje ook straks op de e-mail. Dat je daar over doorpraat met elkaar. Herken je dat? Wat voor stemmen? Wat voor getetter heb je af en toe in je hoofd? Als je iets belangrijks gaat doen, als je iets gaat... Oh man, als je wil groeien als christen. Als kind van God. Als je wil groeien... Als je verantwoordelijkheid neemt voor iets, hoeft niet eens heel groot te zijn. Maar je gaat een team leiden, je gaat een connectgroep starten. Nou, dan begint de fanfare te tetteren. Alleen als je over nadenkt, zal ik wel, zal ik niet. En al die... Dus het is zo belangrijk dat we... Ten eerste dat je weet dat je normaal bent als je dit hoort. Waarschijnlijk, als jij na aan het denken bent, zal ik een connectgroep starten, ja of nee, bijvoorbeeld. Waarschijnlijk hebben bijna alle connectleiders zijn ooit een keer begonnen en hebben waarschijnlijk die geluiden ook in hun hoofd gehad. Ja, ben ik nou wel, kan ik nou, moet een ander dat niet? Mozes zei, zoek maar een ander heer, ik kan niet goed spreken. En de Bijbel staat vol van die verhalen om jou en mij te bemoedigen. Het is normaal om dit soort stemmen in je hoofd te hebben. Anders denk je, al die connectleiders die doen het allemaal natuurlijk. Hè? Zijn gewoon, weet je wel, allemaal natuurtalent. En dan vragen ze mij. Ja, dat is dus niet waar. Vraag maar aan je eigen connectleider. Dat is een leuke vraag van de week. Hey, hoe ging dat bij jou dan? Toen ze jou vroegen. En wat voor gedachten stoeterden door jou heen? Je bent normaal, dat is heel belangrijk. Maar het is belangrijk dat we ze leren te confronteren. Als je ze begint te herkennen, ontmantelen... Dan ben je al heel eind. En dat doe je niet in je eentje meestal. Daar heb je mensen voor nodig om erover te praten. Een heel belangrijk ding. Praat erover met anderen. Praat erover met je connectleider. Praat erover op je connectgroep en bid voor elkaar. De bedoeling is dat je vrijheid ervaart. Dat je elkaar helpt op de connectgroepen om vrijheid te ervaren. Nou, vrijheid van al het getetter in je hoofd zou lekker zijn, ja toch? Dat doe je niet in je eentje. Praten over, joh, dit zijn mij. Hij had een rijtje van 7. Deze 2, 3 spreken mij aan. Of misschien heel iets anders wat niet in het rijtje stond. Ja, wat voor jou een getetter in je hoofd kan worden. En praten over, ontmantel het. Als je het in licht brengt, lieve mensen. Beleid elkaar uw fanfare. En bid voor elkaar. Omdat je genezing ontvangt. Paraphrase, vertaling van mij. Maar zo werkt het echt. Want de vijand wil laten denken dat je de enige bent. Met al die drukte. Dat is niet waar. En als je het gaat ontmantelen, je begint te herkennen, heb je al een hele grote stap genomen. In het overwinnen en controleren en managen van die stemmen. Misschien moet je een lijstje maken, opschrijven, wat zeggen die stemmen. En zeg daar Gods waarheid tegenover. Laat ik je een voorbeeld geven. Mensen houden niet van jou. Mensen vinden jou niet leuk. Dat kan zo'n fanfare ding zijn. Het antwoord is, sommigen niet, sommigen wel. So, keep it simple. Ik heb je beloofd. De rest is een heel verhaal, maar dit is simpel. Wat is de waarheid? En als je er zelf niet vraagt aan iemand, een goede vriend, of je, dit is de gedachte, en ik wil er niet op ingaan, maar het is goed dat ik eventjes er tegenover stel, eventjes reframen. Ik ben zo nerveus, Nee, je neemt je taak serieus. En je doet je best. Dat is heel iets anders. We zijn dankbaar dat je je taak serieus oppakt. En dat je een beetje gespannen bent, is heel normaal. Oh ja. Nerveuze Nelly, gaan we tot stilte brengen. Dus dat je gaat begrijpen, wat is de waarheid daar tegenover? Oké, dus komt dat een beetje over? Een van jullie twee.
gaat straks een excuus aanbieden aan mij, maar ik ben even kwijt wie. Nou, oké. Maar ja, er zat iemand heel hard te niezen op de eerste rij. De eerste rij is gevraagd om mij te steunen, mee te... Nou. Ik ga het hebben over positieve houding. Echt waar. Hoogste tijd. Positieve houding. Weet je, je wil, Romeinen 12 vers 2, wordt vernieuwd door de vernieuwing van je denken. De Heer zei, ik wil je nieuw denken geven. Daar begonnen we net mee, Jesaja. Mijn denken is anders. Mijn denken is niet die van varen. Ga dat ontmantelen, ontmaskeren. Ga het doorzien en leer mijn stem kennen. Nou, die positieve houding, een paar dingen daarover. 1, positieve houding is een opdracht. Wist je dat? Is een opdracht. Mijn grootste fan, Erik, die vroeg vanmorgen, is dit nu de laatste keer van deze serie? Ik zei, nee Erik, hoezo? Ja, die eerste rij die doet het zo goed vandaag, heerlijk. Nee Erik, er komen er nog een paar. Oh! Nee, ik maak een grapje, hij bedoelde dat heel goed. Hoe komt dat? Omdat ik ben bezig en je zoekt de Heer, je leest dingen ervan, erover. En God spreekt dan zo, ik denk, ah, dat is zo mooi, ik wil dit niet overhaast doen. Want de beste luisteraar vandaag, weet je wie dat is? Dat ben ik zelf. Mathilde zei net, prachtig wat ik hoorde, zeg, prachtig wat ik hoorde. Heel mooi, weet je, heel mooi hoe je dat allemaal vertelt. Ja, dus dat. En weet je, we zijn allemaal onderweg. We zijn allemaal onderweg. Positieve houding. Het is een opdracht. En ik dacht, dat is eigenlijk wel een beetje speciaal. Het is niet een soort optie. Of ja, ik kan beter een beetje positiever zijn, hè. Nee, het is een opdracht gewoon. God zegt, wees positief. En hier in Psalm 100 zien we zo'n mooi stukje. Juich de Heer, geen ganse aarde, dien de Heer met vreugde. Kom voor zijn aangezicht met gejubel, erken dat de Heer God is. Hij heeft ons gemaakt, hem behoren we toe. Zijn volk, zijn schapen, dat hij weidt. Hij houdt van je, je bent zijn schaap. Hij weidt je. Hij brengt je naar grazige weide. Gaan we de loflied zijn poorten binnen, zijn voorhof met een lofgezang. Loof hem, prijs zijn naam, want God is goed. Zijn goedheid is tot een eeuwigheid en zijn trouw tot in verre geslachten. Dat is een mooie belofte ook voor degene die net hun kinderen hebben opgedragen. De trouw van de Heer is voor de ouders en tot in de geslachten door. Maar hier staat gewoon, wees positief. Het is een opdracht. Daarom dat we als de dienst begint, dat we eerst 1 of 2 vreugdevolle liederen van dankbaarheid zingen. Omdat we zijn poorten binnen willen gaan met vreugde. En met dankbaarheid. Nummer 2, positieve houding is een keus. Het is een keus waar je voor kiest. En de Heer Jezus zei het vaak. Wees niet bang enzovoort. En houd goede moed. Notabene in de storm. In het Engels staat er, be of good cheer. It is I. Wees. Ze zaten midden in de storm. En hij zegt gewoon, hey. Heb een goede dag vandaag, zeg maar. Dus wees vooral vrolijk hier. Hij zei het zo vaak, Psalm 27, vers 6. En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij. En daarom wil ik in zijn tent offeren, offers met geschal. En ik wil zingen, psalm zingen voor de Heer. Positieve houding is een toewijding. Het is iets waar je bewust aan moet werken. Ik hoop dat je met me eens bent. The law of decay, ofwel de wet van verval. Alles wat niet onderhouden wordt, waar niet aan gewerkt wordt, gaat automatisch niet beter worden, maar slechter. Eens? Dat geldt voor alles. Dat geldt voor opvoeding van je kinderen, lieve ouders die we net hebben opgedragen. Dat geldt voor je huwelijk. Dat geldt voor vriendschap. Als je het niet onderhoudt, gaat het niet vanzelf beter worden, maar slechter. Dat is ook de reden waarom ik niet kan geloven in een evolutie, dat het maar zo allemaal, eerst was ik aap en nu ben ik dit en... Als we iets niet onderhouden, er moet iets achter zitten. Minstens intelligent design, minstens. Want als we het zomaar los zouden laten, de aarde en alles, gaat het niet steeds beter worden, maar steeds slechter. Zo is het ook met jou en mijn denken. En met die stemmen en met die fanfaren in je hoofd. Als je die maar gewoon zijn gang laat gaan, wordt het niet beter, maar steeds slechter. Je moet het onderhouden, je moet er bewust aan werken. En het is dus een toewijding om te zeggen, wacht even, ik neem verantwoordelijkheid voor wat er in mijn hoofd gebeurt. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn denken, voor alle geluiden en alle invloeden en sferen enzovoort. Ik neem verantwoordelijkheid, want ik wil eraan werken. In Filippenzen 4 staat vers 8 voor, broeders en zusters, al wat waardig is, wat rechtvaardig is, al wat rein is, wat schoon is, al wat beminnelijk is, wat welluidend is, wat deugd heet en lof verdient,
Bedenk dat. Met andere woorden, bedenk. Zorg ervoor dat je denken vult met de goede dingen. Met de goede dingen. En ik hoop, als je God volgt, als je Jezus volgt, als ik aan jou zou vragen, noem eens een paar podcasts die jou helpen. Want dan kan je letten, zo lekker in de tram of in de auto of wat je doet, in je oor douwen letterlijk en hup, het woord van de Heer. Ik wil me vullen met Gods woord en niet alleen maar met alles om me heen. En als je denkt, jouw favoriet, ook een leuke voor op de Connect groep. We zijn elkaar om te helpen. Vooruit te helpen, wist je dat? Niet alleen helpen, vooruit helpen. Meer van God gaan houden, meer verschil gaan maken in andere mensenlevens, meer mensen bereiken met het goede nieuws. Daarom is een Connect groep. Het is geen praatgroep. Dat hebben ze in de wereld, doen ze beter dan wij. Ja. Zeg, hoe was de week? Ja, het was weer waardeloos. Ja, bij mij ook, ja. Ja, dat hoef je niet van haar connectgroep. Liever niet. Als we zo'n connectgroep ontdekken, gaan we hem sluiten. Dat is niet de visie. Je bent er om elkaar te helpen, om, weet je, bedenk die dingen. Dus vraag aan elkaar, wat is jouw favoriete podcast? Nou, je hebt nog een paar dagen voordat je Connect Groep begint. Dus als jij die nog niet hebt, geen nood. Ga gauw zoeken, weet ik veel. Want ik moet over een paar dagen zeggen. En je luistert helemaal nooit en dan zeg je, ik word zo gezegend altijd. Hè? Ik heb hem nu al 2 keer geluisterd, ja. Ik zat te praten met Michael Murphy, een tijdje geleden is hij hier geweest. Hij coacht leiders. Dus even tussendoor. Mag dat? Even tussendoor. Dus ik zei, we hadden het erover dat niet iedereen elke zondag komt. Dat vinden wij natuurlijk jammer. Wist je dat eigenlijk wel? Dat we dat jammer vinden. Je hebt een date met God elke zondag volgens mij. Het gaat niet om jou en mij, het gaat over hem en jou. Als je God op de eerste plaats zegt, dan zou je eens kijken wat God gaat doen in jouw leven. Dus we hadden het daarover en ik zei, nou joh, pas geleden kwam ik iemand tegen en die zei gewoon dit, ik weet niet of ik dan moet lachen of moet huilen, die zei, elke keer als ik kom, word ik enorm opgebouwd. Toen zei hij, die ga ik op Twitter zetten. Oh, jullie lachen niet. Nee, oké, dus ik vond hem leuk. Ja, laat maar, dat was meer voor leiderschapstraining misschien. Hey, dus disciplineer je ziel, weet je wat? Neem Psalm 35, laat jubelen en zich verheugen wie mij rechtvaardig begeren. Dat zij bestendig zeggen, de Heer is groot. Je weet dat je de kracht van je woorden, de kracht van je tong is groot. Hè? Wat je uitspreekt in het hele proces van je denken vernieuwen is super belangrijk. Laten ze zeggen, God is groot, die wel gevallen heeft aan het heil van zijn knecht. In het Engels staat er, he delights in the prosperity. Daar heb je dat woord, weet je, waar we allemaal zo van houden. Toch? In the prosperity of his children. Hier staat knecht, maar in het Engels staat het children. Dus hij wil dat het goed met je gaat. Ik spreek uit, het gaat goed met mij. Mijn tong zal van uw goedheid vertellen. Van uw lof de hele dag. Oké, dus een paar dingen nog over negativiteit. Hoe we dat kunnen aanpakken. Een paar puntjes ervoor. Is dat oké? Zodat we het herkennen en zeggen, oh, maar dat willen we dus niet. We willen Gods wegen, Gods stem, Gods leiding. Negativiteit reflecteert een innerlijke verslagenheid. Als mensen negatief zijn over alles, dan hangt het een beetje om hun heen. En dan zegt iemand, misschien heb ik nog niks verkeerd gezegd. Ja, maar dit is de hele sfeer eromheen. En er is een verslagenheid misschien van binnen, waar de Heer wil helpen. Lucas 6, vers 45 staat er, een goed mens brengt uit het goede schat van zijn hart het goede voort en een slecht mens brengt uit het boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. Wat is dat toch op die eerste rij? Zitten jullie elkaar aan te steken? Sorry. Oh, dat was niet... Ik dacht... Nee? Zit ik de verkeerde aan te kijken? Nee, laat maar. Geen hand op te steken. Zometeen doet Erik de uitnodiging. Dan kan je tot bekering komen. Dat kan wel. Sorry hoor. Negativiteit reflecteert de innerlijke verslagenheid. Er is iets van binnen. Je proeft de lading van, zeggen we wel eens. Hè? Ik vind dat een goed woord. Dat helpt precies wat ik bedoel. De lading. Je kan niks zeggen. In een gesprek. Niks zeggen. Maar er is iets heel negatiefs.
En dan kan je zeggen, ik heb niks verkeerd gezegd. Nee, maar alles eromheen. De lading komt uit je hart. Negativiteit, punt 2, heeft altijd een excuus. Nou, een excuus. Dan komt er dit, dan komt er dat. En ik heb die gesproken en daar ook. Maar hier is het gevaar van excuus. Moet je goed horen. Als je gaat excuseren, dan ga je een soort begrip krijgen voor je negativiteit. En wat er dan gaat gebeuren, dan ga je je eigen negativiteit accepteren. Want ja, daar zijn toch redenen voor. Dat komt door. En dan is jouw, het is een downward spiral. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Een spiraal naar beneden, neerwaartse spiraal. En je blijft maar excuseren. Hoeveel huwelijken gaan dan niet kapot op die manier? Allemaal, wij noemen dat zegeltje sparen. Ken je dat, zegeltje sparen? Ik hoop niet dat je het kent, maar je begrijpt wat ik bedoel. Je kent misschien iemand die dat doet. Het geldt in een vriendschap, het geldt in een huwelijk, het geldt in een kerk. Als er eenmaal een negatieve bril op staat, dan ga je steeds meer dingen zien. Negatieve ding, dat en dat ook. En ja, dat ook. En we noemen dat zegeltje sparen. En op een gegeven moment is het boekje vol. En dan gaat het huwelijk uit elkaar, of de vriendschap uit elkaar, of de... We hebben toen dat boekje gelezen over Ik ben de kerk, weet je nog? Heb je gratis van ons gekregen, goed hè? Heb je vast wel 5 keer gelezen, was gratis. En dan begint het verhaal van die 2 mensen in dezelfde kerk. 2 vrienden notabene hebben een lunch samen. En de ene is enthousiast, dankbaar voor wat de Heer aan het doen is. En de ander begint, heb je niet door wat de ander... Ik maak me zorgen, heb je wel door? Hoe kan dat nou? 2 vrienden, dezelfde kerk, totaal verschillende beleven. Het heeft te maken met hoe je kijkt naar dingen. Het heeft altijd een excuus, maar excuus is een echt gevaarlijke weg. Want dan ga je dingen stapelen, argumenten verzamelen. En dit is misschien shocking of niet. Het is absoluut niet geestelijk. Het heeft niks met Heilige Geest te maken. Sommige mensen denken dat. Het is niet waar. Ik heb het al vaker verteld. Ik heb bijna 10 jaar bij KPN gewerkt, bij veranderingsmanagement. Implementatiecentrum Vernieuwingen. Daar werkte ik. De Beatrixlaan, het groene gebouw. En daarnaast. Dus ik heb heel veel gezien over hoe mensen reageren op veranderingen enzovoort. En in het bedrijfsleven kreeg ik exact dezelfde reacties. Precies, maar dan ook helemaal hetzelfde als in de kerk. Het enige verschil was, in de kerk kwam er een Bijbeltekst achteraan. De Heer laat me echt zien. De Heer geeft mij geen vrede. Dat zeiden ze er niet bij KPN. Maar verder waren de antwoorden precies hetzelfde. En ik wist weer niet of ik moest lachen of moest huilen. Ik moest lachen in mijn vuistje. Als iemand heel bewust, heel met allerlei Bijbelteksten. En ik dacht, ik ken dit. Dit is gewoon hoe mensen reageren op verandering. Dit is hoe mensen reageren sowieso op dingen. Als je dat doorziet, dan denk je, wacht even, de hele mindset... Ik ben hier om deel van de oplossing te zijn. Niet deel van het probleem. Het is niet zo moeilijk. Er is iets over de aanklager geschreven in de Bijbel. Die plek wil je niet innemen. Er is iets over opbouwen. Over productief, positief meedenken. En natuurlijk zijn er punten. Ik heb meer punten op mijn lijst die aan deze kerk zouden kunnen verbeterd worden dan jij. Weet je dat? Ik ga mijn puntjes niet allemaal voorlezen. Maar ik zie dingen, natuurlijk zie ik dingen. Maar je bent deel van de oplossing. Je vertrouwt de Heer. Zeg, Heer, ik zie wat u aan het bouwen bent. En daar wil ik deel van zijn. Negativiteit, punt 3, kiest jouw vrienden. Het is wonderlijk hoe snel soms mensen elkaar kunnen vinden. Iemand met een slecht huwelijk, ik heb het vaker genoemd, het voorbeeld. Die zoekt iemand anders met een nog slechter huwelijk. En dan voelt hij zich zo begrepen. Het gaat je geen ene centimeter helpen. Kiest jouw vrienden. Negativiteit kiest jouw vrienden. Zorg ervoor dat jij vrienden kiest. Die je opbouwen. Die je dichter bij de Heer brengen. Die zorgen dat je meer van God gaat houden. Meer van zijn kerk. Meer van de stad. Meer van de verlorenen. Mensen die God nog niet kennen. Meer jou in beweging brengen. Niet minder. Meer voor de Heer. Ik wil gestretst worden. Ik wil uitgedaagd worden. Er is nog zoveel meer wat God heeft voor ons allemaal. Even kijken, waar ga ik heen? Want er is een muziekje, horen jullie dat? Muziekje. Dat is een mooi muziek, dat is niet de fanfare, dat is een mooi muziekje. Dus ik sluit af met 1 tekst en die is ook wel erg mooi voor de families net die hun kinderen hebben opgedragen in Psalm. Eerst even Spreuken 22, gaat over de generaties. En er staat, oefen de knaap, train, staat er in het Engels, volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is,
zal hij daarvan niet afwijken. Opvoeden is oefenen. Uitleggen, stappen nemen, ermee bezig zijn, is heel, heel bewust. In Psalm 78 een stukje wil ik graag met je even lezen. Omdat het zo gaat over je kinderen en de volgende generaties. Vers 4 in de NBV. We willen het onze kinderen niet onthouden. We zullen het aan het komende geslacht vertellen. Van de roemrijke, krachtige daden van de Heer. Want van de wonderen die Hij heeft gedaan. Ik hoop, vader, moeder, dat je je kinderen vertelt over de wonderen die God gedaan heeft in jouw leven. Hij stelde een richtlijn vast voor Jacob, kondigde in Israël de wet af. Onze voorouders gaf Hij de opdracht om die aan hun kinderen te leren. Nou, we leven nu niet meer onder de wet, maar onder de genade. Maar leer je kinderen wat dat is, de genade. En wie, het is, wie Jezus is, dat Hij de genade heeft gegeven. Zo zou het volgende geslacht ervan weten. En zij die nog geboren moesten worden, want die komen ook nog, zouden het weer aan hun kinderen vertellen. En dan zouden zij op God vertrouwen. Dit is het resultaat. Als je praat over sfeer bouwen in huis, de manier waarop je praat als vader, als moeder, over de Heer. Ik heb iets gelezen in de Bijbel, dat sprak me zo aan. En God begrijpt mij, dat precies zo'n tekst dat ik dat nu lees. Van dat soort dingen. Hoe je praat over de Heer, hoe je praat over zijn woord, hoe je praat over de kerk, hoe je praat over je connectgroep, je team, al die dingen. Kinderen kopiëren gewoon wat ze horen. Dus wees je daarvan bewust. Dan zouden zij op God vertrouwen. Gods grote daden niet vergeten. En zich richten naar zijn geboden. Maar even tot zover. Mooi is dat, hè? Kies ervoor om in je denken. En ik hoop dat we hebben kunnen helpen vandaag. Om te begrijpen, om te doorzien, om te herkennen en om aan te nemen. Ik ga zo bidden dat we allemaal nog meer de Heilige Geest horen. Nog meer de stem van God de Vader. Nog meer van zijn liefde, van zachte stem. Ik heb eens gevraagd, Heer, u zegt het zelf. De zachte stem van God en de herrie van de fanfare. Ken je dat? En ik denk, Heer, ik had het liever andersom gehad. Waarom niet de harde, duidelijke, hoorbare stem van de Heer en de fanfare niks op de achtergrond? Ik heb het idee dat de Heer laat zien. Ik wil dat je afhankelijk van mij bent, dat je dichter naar mij toe komt. Daarom fluister ik. Je moet je wel dichterbij komen om mijn stem te horen. Het gaat niet alleen om mijn stem. Hoor, het gaat om de gemeenschap, de vriendschap, het dienen van de Heer. Dicht bij Hem zijn, Hem volgen, Hem intiem leren kennen. En misschien is dat wel een reden waarom de Heer soms zo zachtjes lijkt te spreken. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat we in uw huis zijn om geholpen te worden, bemoedigd te worden. En ik bid voor iedereen hier. En zeker voor degene die dit aanspreekt. Heer, help ons om die fanfare in ons hoofd te herkennen, te zien voor wat het werkelijk is. Te ontmantelen als het ware. En om uw waarheid, uw liefdevolle stem daarvoor in de plaats steeds meer te horen. Ik bid voor iedereen hier. Misschien zijn er wel mensen die zo het gevoel hebben dat het zo'n chaos is af en toe in hun hoofd. Vader, ik zegen ze met uw vrede in Jezus' naam. Met rust in hun denken. Zodat ze kunnen gaan horen wat u spreekt tot uw zoon. Tot uw dochter. Wees gezegend met Gods stem. Gods leiding. Gods vrede in je denken, in Jezus' naam. Amen.